De gouden combinatie voor jezelf, voor je business, maar ook voor je klanten is ze echt ontzorgen, maar ook echt strategisch meedenken. Hoe kan het professioneler? Waar liggen nog kansen? Wat wordt nog niet optimaal ingezet? Waar kunnen we nog meer uithalen? En durf dat ook aan te geven, ook al begin je net. Ook al denk je misschien, ik sta in het begin. Moet ik dit nu wel zeggen? Want hij heeft veel meer ervaring. Wie ben ik om dit te zeggen? En ik had het zelf ook. Ik weet nog bij Aard dat ik zei, had ik dat toch maar gezegd? Omdat ik voelde van binnen van, ik moet dat zeggen. Maar ik dacht, nee, ga je niet doen. Durf je niet. En dat je het wel aangeeft. Dat je alles open en eerlijk bespreekt. Want zij leven in hun eigen bubbel. En ze zien vaak niet daarbuiten, terwijl ze jullie nodig hebben om naar buiten te kijken. Dat is zo van onschatbare waarde. Als jij zo getriggerd bent om het maximale uit je klant te halen. En die klant ook het vertrouwen te geven en het gevoel te geven van, ik ben er echt voor jou. Dat voelt die klant. Als je dat doet en mee gaat denken, hoe kunnen we optimaliseren, automatiseren, tijd besparen, efficiënter werken. Hoe kunnen we meer omzet krijgen? Waar kunnen processen slimmer? Als je daarmee bezig bent, dan wil die klant niet meer zonder jou. Je doet de uitvoering en vooral het ontzorgen. En echt dat je klant geen omkijken heeft en het volledig los kan laten. Dan zouden ze zo 10 euro per uur meer voor jullie betalen. Als ze zeker weten dat ze dat los kunnen laten, dan maakt een tientje per uur helemaal niks uit. Want dan verdien jij het wel weer terug.